Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze video. Eindelijk weer een nieuwe video. Ik ga vandaag een Q&A opnemen. Ik heb via Instagram heel veel leuke vragen van jullie ontvangen. En ik heb daar een paar leuke uitgezocht en die ga ik zo meteen voor jullie beantwoorden. Er zijn natuurlijk dit seizoen veel veranderingen geweest voor mij. Ik ben van CTU Amsterdam ben ik naar Jong Ajax gegaan. Daar speel ik nu 2-3 maanden. Maar daar ga ik jullie zo meteen meer vertellen in deze video. Ook speel ik nu bij het Nederlands elftal onder 19. Daar heb ik afgelopen week de EK-kwalificatie mee gehad. Daar zijn we eerste geworden in de pool. Daar hebben we gewonnen van Wit-Rusland, Polen en Albanië. Dus nu zijn we geplaatst voor de elite-ronde. De laatste ronde voor het EK. Ik ga jullie ook daar meer over vertellen zo meteen in deze video. Laten we eerst beginnen met de eerste vragen. Let's go! Hoe oud ben je? Ik ben 17 jaar. Okay, de tweede vraag is, wat is het verschil tussen Ajax en CTO? Nou, zoals ik al vertelde ben ik van CTO Amsterdam naar Jong Ajax gegaan. Het verschil is wel vooral dat bij CTO echt alleen één opleidingsteam was. Dus het was eigenlijk maar één team. En bij Ajax zit ik nu in Jong Ajax en heb ik nog een team boven mij, het eerste. De Ajax vrouwen. Ook was het bij CTO vooral op ontwikkeling, dus iedereen speelde eigenlijk evenveel minuten. En bij Ajax is het echt, je moet echt strijden voor je plekje om zaterdag in de basis te staan. Dus dat is wel echt het grootste verschil. En ik speel ook, bij Ajax speel ik in een beloftecompetitie, dus tegen Jong ADO, Jong PEC Zwolle, dus tegen meiden. En bij CTO speelde ik in de competitie tegen jongens, dus dat is wel eigenlijk het grootste verschil. De derde vraag is, hoe combineer je school met voetbal? Het is ook wel een verandering ten opzichte van vorig jaar. Ik zit nu in mijn examenjaar, 6 VWO. Ik zit maar 2 dagen per week op school. Nog wel op dezelfde school kan het lyceum. En 3 dagen in de week volg ik bij Ajax school. Daar hebben ze een school eigenlijk voor alle spelers en speelsters die bij Ajax spelen. Daar komen dan docenten naartoe en die geven je daar dan eigenlijk les. Daar heb ik dan 2 uur per dag school en dan in de avond ook nog avondstudie. Dus zo combineer ik eigenlijk school met voetbal. Wat is je favoriete rugnummer? Mijn favoriete rugnummer is eigenlijk altijd 10 geweest, want het is ook eigenlijk mijn favoriete positie in het veld. Maar mijn debuut bij Ajax heb ik gespeeld met nummer 26, dus dat vind ik ook wel een heel mooi nummer, want dat is nu ook mijn nummer als ik minuten maak bij het eerste elftal bij Ajax. Wat is je doel van de komende jaren? Mijn doel van komend seizoen is om steeds meer minuten te mogen maken in het eerste. Ik heb nu 2 keer mogen invallen. En ik hoop nog vaker te mogen invallen dit seizoen bij het eerste. En op lange termijn is mijn doel om het A-elftal te halen van het Nederlands elftal. En naar het buitenland te gaan, naar bijvoorbeeld Manchester City of Bayern München. Interlands heb je gespeeld? Ik heb nu totaal 33 interlands gespeeld en dat is van onder 15, onder 16, onder 17 en onder 19. Mag je een Nederlands elftal shirt houden? Je mag de shirts alleen houden als je het EK gespeeld hebt. Dus ik heb nu 2 keer een EK gespeeld en dan na een EK krijg je het uit- en thuis shirt waar je mee gespeeld hebt. Dat is dan ook met je achternaam erop. Ik heb nu totaal 4 shirts die ik heb mogen houden.
De andere 29 interlands heb ik gespeeld zonder naam, want dat waren dan oefeninterlands of kwalificaties. En dat shirt mag je dan ook niet houden. Patat eten? Nou, dat vond ik wel echt een leuke vraag, dus ik dacht, nou, die ga ik ook gewoon indoen. Nou kijk, het is natuurlijk niet heel slim als je elke week of elke dag patat gaat eten, want dat is gewoon niet goed voor je. Maar wij mogen echt wel eens een keer patat eten. Als je het maar gewoon niet wekelijks doet, dan is het gewoon prima. Dus als je gewoon met een speciale gelegenheid patat eet, dan is het, kunnen wij ook gewoon patat eten. Als je maar gewoon let op je... Ja, op jezelf. Het is eigenlijk ook een beetje je eigen verantwoordelijkheid. Als jij elke keer snoep en chips gaat eten, dan ga je zelf ook minder door voetballen. Maar we mogen zeker wel eens soms patat eten. De allerlaatste vraag is, wat zou je doen als voetbal niet bestond? Als voetbal niet bestond, zou ik denk ik verder gaan met tennis. Toen ik klein was, zat ik op tennis en voetbal. En moest ik voor beide sporten meer gaan trainen. Toen moest ik gaan kiezen, dus toen heb ik uiteindelijk voor voetbal gekozen. Dus als voetbal niet bestond, had ik denk ik voor tennis gegaan. Nou, ik heb alle vragen beantwoord. Heel erg bedankt voor jullie leuke vragen. Zoals beloofd vond ik het jullie nogal leuk om iets te vertellen over het Nederlands elftal en Ajax. Van de afgelopen periode. Ik mocht de voorbereiding meedoen met het eerste. Dat was echt een super gave ervaring. Ik heb toen eerst 2-3 weken mogen meetrainen. En daarna gingen we naar de Champions League kwalificatie in Noord-Ierland. Daar heb ik in de eerste wedstrijd tegen Wexford mijn debuut mogen maken. Toen heb ik nog 10 minuten mogen meespelen, dus dat was echt super gaaf. En de tweede wedstrijd heb ik ook weer mogen invallen. Dat waren ongeveer 8 minuten. Dus ik heb nu eigenlijk al 2 wedstrijden voor het eerste. Ik hoop dat daar meer wedstrijden bij gaan komen. Maar nu speel ik voorlopig de wedstrijden bij Jong Ajax. Daar spelen we in de beloftecompetitie. Dus dat is tegen Jong Ajax, tegen Jong Ajax kun je natuurlijk niet spelen. Tegen Jong PEC Zwolle. Jong ADO, Jong Twente. We hebben gisteren 1-0 gewonnen van Jong ADO. We hebben ook al 2-0 gewonnen van Twente. En 1-1 gespeeld tegen het CTO Talententeam Zuid. En voor de rest speel ik nu bij het Nederlands elftal onder 19. Daar hebben we de afgelopen periode de kwalificatie gehad, wat ik al vertelde. We hebben 12-0 gewonnen van Albanië. Daar heb ik ook mogen invallen en 1 keer mogen scoren. De tweede wedstrijd tegen Wit-Rusland hebben we 4-0 gewonnen. Daar had ik ook 1 keer gescoord. Begon ik ook in de basis, werd ik wel in de rust gewisseld. De derde wedstrijd tegen Wit-Rusland. Nee, niet tegen Wit-Rusland. Tegen Polen hebben we met 3-0 gewonnen. Toen heb ik 20 minuten mogen invallen. Dus nu zijn we geplaatst voor de elite ronde en hopen we ons in de elite ronde te plaatsen voor het EK. Dus een hele drukke periode, maar wel echt super leuk. En dat was het eigenlijk. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de leuke vragen. En ik hoop jullie weer te zien in de nieuwe video. Dus vergeet vooral geen blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren op dit kanaal. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei doei!